nu we een klein beetje door hebben hoe elektriciteit en water met elkaar te vergelijken zijn, gaan we kijken waarom in een serieschakeling, vergeleken met één lampje aansluit, als je twee lampjes achter elkaar aansluit, dan gaan ze minder fel branden. Deze brandt minder fel en die brandt ook minder fel. En dat kunnen we goed begrijpen als we elektriciteit en water met elkaar vergelijken. Hier heb ik namelijk gewoon een hele grote buis met die pomp. En hier gaat het water doorheen en hier is het lampje. En hier komt het weer naar huis. En maar hier, als ik dat nabouw met die pomp, heb ik weer een grote buis, heb ik een vernauwing. En daarna weer een vernauwing. Dat betekent dat het dus twee keer zo moeilijk is om naar huis te stromen. De stroom in de stroomkring wordt dan ook twee keer zo weinig. En dan kijken we ook nog naar het drukverschil. Hier is de druk heel hoog. En hier is die laag. En het verschil tussen hier en hier is dan 12 volt, noemen we dat. Hè? Hier zie je 4. 12 en hier is hij dan 0. En als we hier naar kijken, dan is het verschil tussen voor en na is ook 12 volt. Maar het gaat nu in stapjes. Dan gaat de druk hier een beetje omlaag, maar hier nog een keer omlaag. Hier is dan midden. En het verschil tussen hier en hier is dan 6 volt. En tussen hier en hier is ook 6 volt. Die lampjes gaan dus minder branden, omdat er een kleiner spanningsverschil staat over het lampje. En er is ook een kleinere stroom.